In de vorige video zagen we de verlichte denker Jean-Jacques Rousseau al kort even terugkomen. En hij zit ook in deze video centraal samen met een andere verlichte denker John Locke, want ze hebben allebei ideeën over het zogenaamde sociaal contract. En dat sociaal contract heeft te maken met politiek, met het bestuur. En de grote belangrijke vraag die erachter ligt is, waar ligt de soevereiniteit? Oftewel, wiens wil wordt nou eigenlijk uitgevoerd? Hè? Ligt de soevereiniteit uh, bij de koning en wordt dus de wil van de koning uitgevoerd? Of ligt de soevereiniteit bijvoorbeeld bij de bevolking en moet de koning ervoor zorgen dat de wil van de bevolking wordt uitgevoerd? Nou, ja, het traditionele idee was: de soevereiniteit ligt dus bij die koning, bij de vorst. En die mag zijn wil dus opleggen aan de bevolking. En waarom mag hij dat dan? Nou ja, dat werd altijd gerechtvaardigd door middel van het zogenaamde drodeven, het goddelijk recht. Om als een uh, absoluut, of in ieder geval als een vorst, te regeren over de bevolking. God heeft mij aangewezen om de baas te spelen over jullie. Dus mijn wil mag worden uitgevoerd. En sterker nog, ga je tegen mij in, dan ga je dus eigenlijk ook tegen God in. Dat was dat die vorst zei. Nou ja, zoals we in de vorige video ook al zagen, gingen die verlichte denkers daar dus hun vraagtekens bij zetten. Die gingen alles in twijfel trekken. Is dit wel redelijk? Is dit wel verstandig om het op deze manier te doen? Of kan die gezagsverhouding ook op een andere manier? En dat is wat Locke en Rousseau dus willen. Hè? Dus, want die gaan uit van de natuurrechten, daar kom ik dadelijk nog even op terug. En het idee van een zogenaamd sociaal contract. Wat is dat dan, een sociaal contract? Nou ja, een contract is eigenlijk een overeenkomst tussen uh, twee partijen. Nou, in dit geval zijn dat de vorst aan de ene kant en de burgers aan de andere kant. En het kan ook tussen burgers onderling zijn, hè? laten we ze hier even erbij pakken. En die maken dus afspraken met elkaar. Eigenlijk is dit niets meer en niets minder dan wat wij tegenwoordig de grondwet noemen. Onze grondwet is ook een sociaal contract en is gebaseerd op dit idee. En het doel van dit idee van sociaal contract is het voorkomen van een oorlog in een land hè, tussen de vorst en de burgers, of tussen burgers onderling, zorg dat iedereen op een goede manier met elkaar kan samenleven, zonder dat het te chaos wordt. En om dus die chaos die oorlog te voorkomen, dragen burgers bepaalde taken over aan de overheid. En dat zijn geen taken zoals bijvoorbeeld, nou, uh, Fortje, jij gaat voor mij voor de afwas doen of iets dergelijks. Nee, dat gaat het over rechtspraak en, en, en bijvoorbeeld uh, bescherming en uh, strijd. Want dat zijn dus de zaken die de overheid doen. Hè. Dat worden, het is niet dat mensen zelf uh, straffen uit gaan spreken over een buurman of buurvrouw. Of dat ze zelf een legertje op de been gaan trommelen of iets dergelijks. Of dat ze zelf een eigen stad of dorp moeten beschermen. Nee, dat zijn nou typisch zaken die aan de overheid worden overgelaten. En die moeten daarvoor zorg dragen voor iedereen. Dus dat doen uh, dat stukje vrijheid geven de burgers op. Maar een ruil daarvoor zegt die overheid dan dus. oké. Okay, ik bescherm jullie rechten, hè, jullie natuurlijke rechten, uh, via de wetgeving. Dus jullie kunnen ervan op aan dat wij wetten maken en dingen doen die in jullie belang zijn. Dat is eigenlijk wat er in een sociaal contract staat. Burgers geven dus bepaalde vrijheden op, zie hier bij die bovenste pijl staan. En in ruil daarvoor worden zij beschermd door de overheid en door de wet. Dat is die onderste pijl. Nou, Locke en Rousseau hadden er allebei ideeën over. Eerst even John Locke erbij pakken. Hier zien we hem. Uh, John Locke zei over het sociaal contract het volgende: uh, het volk heeft eigenlijk in alle vrijheid besloten om een samenleving te vormen. Dus, dus Zo'n samenleving is eigenlijk gewoon ontstaan, mensen hebben zich aangesloten en dat hebben ze in alle vrijheid gedaan. En dat ze dat in alle vrijheid gedaan hebben, is dus wel heel belangrijk, want er is dus geen contract waarin staat dat de vorst over het volk mag heersen. De soevereiniteit ligt dus ook bij dat volk, want die hebben in alle vrijheid besloten om dat samen te doen. Dus de macht ligt bij het volk uiteindelijk. De wil van het volk moet worden uitgevoerd. En iedere burger, ook die vorst, dus, ja, die is dus elkaars gelijke. En uh, die, die, die behoudt dus ook zijn vrijheid. Hè? En dat, is dus, uh, dat moet worden vastgelegd in dat sociaal contract. Waarin dus die vorst zegt dat hij het volk moet beschermen en moet zorgen voor de bescherming van hun natuurlijke rechten. Het recht op vrijheid, het recht op leven en het recht op bezit. Je mag dus bijvoorbeeld niet zomaar bezittingen van iemand anders afpakken. Dat is het natuurrecht op je eigen privébezit hebben. Houdt de vorst zich niet aan de afspraken die gemaakt zijn in sociaal contract, dan mag je in opstand komen tegen die vorst. Maar ja, wie is dan dat volk? Volgens John Locke was het volk uh, de adel plus de rijke burgers. Hun belangen, hun natuurlijke rechten moesten beschermd worden. Maar dat is dus niet de hele bevolking. Terwijl Rousseau, die we al eerder zagen in de vorige video, zei van nee, uh, dat volk is veel groter. Dat zijn alle burgers. Dus niet alleen de rijke burgers, maar alle burgers. Arm of rijk, dat maakt niet uit. En de natuurlijke rechten van alle burgers moeten beschermd worden. En volgens uh, Rousseau was het sociaal contract. Dan ook uh, het volgende, dat daarin stond dat alle mensen elkaars gelijk zijn. Ook armen, ook slaven. En in dit opzicht keek hij dus anders aan tegen het sociaal contract dan Locke. Maar er waren eigenlijk vooral heel veel overeenkomsten. Want ook uh, Rousseau zei dat de soevereiniteit bij het volk ligt. En dus niet bij de vorst. Uh, hij vond, uh, in tegenstelling tot Locke, dat er een directe democratie moest komen. Hè, waarin alle burgers dus mochten meebeslissen... Uh, want zodat, zo kon de algemene wil, zoals hij dat noemde, worden uitgevoerd. En die algemene wil, dat was uh, ja, zeg maar, uh, de wil van uh, de hele bevolking. En die moest worden uitgevoerd door een aangestelde regering, die dus namens de bevolking werd aangesteld om die wil uit te voeren. En ook hij zei, net als Locke, dat een slechte vorst afgezet mag worden door het volk. En ja, dat sociaal contract, ik zei het net al, we hebben onze tegenwoordige grondwet aan te danken. Nou, dat geeft wel aan dat het een belangrijk idee is. En het is vooral ook dus een voorbeeld van uh, zo'n verlicht idee op het gebied van de politiek en van bestuur en van machtsverhoudingen. Dat was dus echt wezenlijk anders, dit idee, van hoe het altijd geweest was. Want de macht, de soevereiniteit, verschoof van de vorst naar de bevolking. En dat geeft dus wel aan dat die verlichting echt wel voor hele nieuwe ideeën zorgde.